50 meter nog. De start is gevallen en kijk eens aan. Het is na de start zowaar paard nummer 2, Hidde Greenwood, die naar de leiding snelt. Aan de buitenzijde komt zo dadelijk echter Iris de Liton. En dan eens even zien hoe dat opgelost wordt. Ik denk dat Iris de Liton vandaag de hard way moet. Aan de binnenzijde ligt daarachter dan Hey Gerrit de Lange. En die wordt op een lengte gevolgd door het nummer 4 van Hendrik Schermer. Achter Hendrik Schermer komt aan de buitenzijde naar voren. En die krijgt wel een mooie positie, denk ik, Indy Flevo. En achter Indy Flevo is dan Nahema. En die wordt op een anderhalve lengte gevolgd door XL Bullets. En aansluiting is ervoor Go River Flevo. Paarden zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. En Misha Brouwer gaat vooraan eens even kijken of er wat te halen valt. En het is Ebbingen die zegt nee. En de opening is dan 1-12-6 met Hidde Greenwood aan kop van het veld. Het speelt allemaal in de kaart van het paard dat daar op dit moment in vierde stelling doorkomt. En dat is Indy Flevo met Stefan Schoonhoven. Vooraan dus twee medefavorieten die elkaar betwisten. Waarbij aan de binnenzijde Hidde Greenwood de leiding houdt. Aan de buitenzijde dan Iris de Liton. Achter Iris de Liton is het Hey Gerrit de Lange. En aan de buitenzijde als een sluipmoordenaar in de wachtkamer, zoals IJs dat altijd zei, Indy Flevo. Achter Indy Flevo volgt dan aan de binnenzijde Hendrik Schermer en aan de buitenzijde Nahima. Daarachter dan het nummer 6 van XL Bullets en aansluiting is er voor Go River Flevo. 2-2 komen de paarden straks langs de rechter met nog een ronde te gaan. Dan weten we ook de tweede tussentijd. Kijk aan, 14 rond, boom. Dat gaat hard en het is aan de binnenzijde nog altijd Hidde Greenwood aan de kop. Aan de buitenzijde onder druk van Iris de Liton. Als Iris dit afmaakt, dan hebben we iets heel speciaals hoor. Daarachter volgt dan aan de buitenzijde Indy Flevo. Aan de binnenzijde geen meter te veel voor Dion Tesselaar. Met Hey Gerrit de Lange, die krijgt het parcours waar hij op hoopte. En achter deze paarden is het dan Hendrik Schermer met Nahima. Aansluiting voor XL Bullets en aansluiting daarachter ook voor paard nummer 7. Go River Flevo. Paarden rond de bocht gaan voor de laatste maal op weg naar de overkant. Ze laten de runnersbocht achter zich en gaan op weg naar de laatste bocht met Hidde Greenwood. En dat is de Tjarda-bocht, dacht ik. Aan de buitenzijde dan onder druk van die Iris de Liton. Achter deze paarden komt nu de aanval van Schoonhoven met zijn nummer 5 Indy Flevo. Maar die Ebbingen lijkt nog wat achter de hand te hebben. En hij brengt het veld de laatste bocht in met zijn nummer 2 Hidde Greenwood. Hidde Greenwood buitenzijde echter heel sterk Indy Flevo. Deze twee paarden lopen nu weg van Hey Gerrit de Lange. Die lijkt inderdaad op dit moment geboekt voor dat derde. Geld, maar vooraan ontstaat er een geweldige tweestrijd. Waarbij aan de buitenzijde Indy Flevo de koploper bijna op de knieën heeft. Maar Hidde Greenwood probeert terug te vechten aan de binnenkant. Maar daar gaat hij. Indy Flevo aan de buitenkant heeft hier gewonnen spel. Dit is natuurlijk een hele bijzondere. Op de tweede plaats is het Hidde Greenwood die vecht voor zijn leven. En daarachter de strijd voor de plaatsen met XL Bullets aan de buitenzijde. Die geweldige eindsprint neerzet met Nahima. Maar het is de 5 die het wint voor de 2, dan de 6 voor de 8. En dat is voorlopig.